Hallo, dus geen lezingen en optredens meer, maar wel genoeg tijd om na te denken over de coronacrisis en de wereld na de crisis. Want het is volgens de Lauw nu hoog tijd om de wereld duurzamer te maken en de welvaart eerlijker te verdelen. En hij geeft hier samen met Steffi Hazen alvast een voorzetje om de vleesprijs wat eerlijker te maken. Meneer de Lauw, goedenavond nogmaals. Dan zit u daar op uw landgoed in Twello, meen ik. Ja. En hoe brengt u in deze tijd uw dagen door? Ik heb niet te klagen over eenzaamheid. Nee? Ik heb een huisgenoot en kinderen. Dat is geen probleem. Hoe breng ik mijn dagen door? Een hele tijd had ik eigenlijk niks te doen. Want alles werd afgezegd. Ja. En nu van lieverlee komt het weer. Hè? Media, met interviews. Het komt weer wat actie. Nou, ik was wel blij, zeer blij verrast dat u hier wilde komen. Want ik had me ook kunnen voorstellen dat u dacht, nou, ik ben op leeftijd. Ik weet niet of ik dat nou wel zo veilig vind. Ik geloof niet in besmettingen in zo'n situatie als deze. Ik geloof in besmettingen dicht op elkaar, in besloten ruimtes enzovoort. Ja, maar goed, zolang we afstand houden, is het prima. Ja. Daar heb ik geen zorgen over. Ja. Nou, dat doen we. Ja. Maar is het, daar heeft u geen zorgen over. We lazen een mooi verhaal, interview met u in de Volkskrant. Daar gaat onder andere, ging dat ook over, natuurlijk over deze tijd. Is de coronacrisis wel iets waar u zich wel zorgen over maakt? Nou, over die crisis maak ik me net zoveel zorgen of net zo weinig als iedereen. Maar ik denk dat het ook mogelijkheden geeft. Dat we eens even tot reflectie komen. We zijn nu heel veel jaren, denken we dat alles kan. Dat het alles oneindig is. Dat er geen grenzen zijn. En wat betekent dat? Dat betekent dat, bijvoorbeeld, sprekend zo dadelijk over die vleegtaks. Mm-hmm. Dat betekent dat het aantal wilde dieren neemt voortdurend af. 60% al vanaf 1970, in de laatste 50 jaar. Terwijl het aantal gedomesticeerde dieren neemt alleen maar toe. Ik geloof dat er 70 miljard koeien, schapen enzovoort zijn in de wereld. Dat is tenminste 10 keer zoveel als wilde dieren. Maar misschien ook wel 50 keer zoveel. Dat neemt alleen maar toe. Mm. Die wilde dieren neemt af. Dat kan zo niet doorgaan. Dus dit geldt voor heel veel. We laten de temperatuur van de aarde stijgen, de klimaatcrisis. Ja. We laten het maar doorgaan. En misschien dat deze crisis ons wel tot het besef brengt, nou jongens, misschien moeten we eens even nadenken over wat we aan het doen zijn. Het is ook goed dat er iets meer naar de wetenschap wordt geluisterd. De klimaatwetenschap is veel verder dan de coronawetenschap, dan die virologen kunnen zijn. Ja. Dus laten we ook eens naar die klimaatdeskundigen luisteren. En die vertellen je zeer ernstige dingen. Zeer ernstige dingen. En hoopt u een beetje dat in deze tijden van corona, dat mensen weer wat meer vertrouwen in de wetenschap krijgen? Ja, dat hoop ik zeer. En dus ook misschien ook meer naar klimaatwetenschappers gaan luisteren? Dat hoop ik zeer. Want als je niet meer luistert naar de wetenschap die onze samenleving zo vooruit heeft gebracht, ja, waar luister je dan naar? En wetenschappers weten echt niet alles zeker, hoor. Die leveren altijd met twijfel. Die leven met twijfel. Maar ze doen dat wel zo zorgvuldig mogelijk. En we hebben er ongelooflijk veel aan te danken. Aan hoe lang we leven, aan de kindersterfte, aan de welvaart. Allemaal aan de wetenschap te danken. Laten we alsjeblieft luisteren naar wat de wetenschap, de politiek heeft te melden. Een paar jaar geleden alweer maakte u indruk in De Wereld Draait Door. Met een verhaal over het beroemde touwtje uit de brievenbus. Laten we daar heel even naar kijken nog. En in die tijd zat ik met mijn jonge gezin. We woonden in een singlehuis in Utrecht. En overal hingen touwtjes uit de brievenbussen. De kinderen konden gewoon de voordeuren opentrekken en bij elkaar binnenlopen. Volwassenen ook. We vertrouwden elkaar. En we zeiden, make love, not war. En we hadden natuurlijk kritiek op de regering en we vonden dat de dingen anders moeten. Maar we wantrouwden ze niet. Ja, u hebt het over vertrouwen. Vertrouwen in elkaar als mensen onderling en vertrouwen in de overheid. Denkt u nou dat het door de coronacrisis dat meer is geworden of juist minder? Ik denk meer. Ik heb het al deze dagen vaker gezegd, meegemaakt met de hoogwatercrisis in 1995. Ja. Toen zaten we in een situatie, het water werd steeds hoger. En u was nog commissaris van de Koningin, hè? Commissaris van de Koningin in Gelderland. En dan liep ik over die dijken en dan zie je enorme watervlakte. Al die uiterwaarden vol. En daar ligt je huis, 5 meter dieper. En dan denk je, wat moet ik doen? En dan komt er een overheid en die zegt, oké, maandag gaan we evacueren. En ik heb gemerkt dat de mensen dat fijn vonden. Dat er een overheid was die besliste. En dat zie ik nu weer.
De kritiek neemt nu natuurlijk toe, dat krijg je dan als het een poosje duurt. Maar dat er een overheid was, een kabinet, die zei, jongens, dit gaan we doen. Lockdown, dat wel, dat niet. Dat vonden de mensen aanvankelijk zeker, naar mijn gevoel, prettig. Ja? Ja. Maar denkt u dat dat zo blijft of dat dat zo weer verwatert? Nou, dat verwatert natuurlijk een beetje. Hè? Je krijgt nu van, ik heb ook mijn kritiek zo lang. Maar ik vind onzin dat er niet gevoetbald mag worden, bijvoorbeeld. Ja, dat mis ik ook. Leg me dat uit. Ja, dat uit. Waarom? Ja, kunnen mensen toch even testen? Ja. Die 30 mensen op dat veld. Maar goed, overal vind ik dat het kabinet het goed doet. Ja. Duidelijk. Maar wat u, dus precies wat u net zelf zegt, de kritiek neemt wel toe. Hè? Eerst was het allemaal, we moeten wel luisteren, want niemand weet het. Ja. Maar nu... Nu begint iedereen zich in te verdiepen. Precies. Zegt, het wordt niet goed uitgelegd. En dat meer. Ik hoorde van mijn huishoudelijke hulp, die een vader heeft in zijn verzorgingstehuis. En hij houdt het niet meer uit. Hij wordt er gek van. Hij mag niet koffie drinken met de mensen in dat huis. Ja. Kinderen vanaf het balkon. Hmm. Denk ja, het risico op corona is ernstig voor hem. Maar het risico van door vereenzaming stapel gek worden is ook ernstig. Nou ja, zo heeft iedereen zijn opvattingen en zijn ook, kritiek. Dat zijn ook de dilemma's die je daarin hebt natuurlijk. Want de verpleeghuizen, daar hebben we het vaak over gehad. Dat was een van de moeilijkste om ook te nemen. Omdat je weet dat er tegenover staat dat mensen ook inderdaad vanuit eenzaamheid kunnen sterven. En zo hebben we allemaal onze opvattingen. Maar het is goed, het mag ook best. Maar overal vind ik... Goed dat we een regering hebben die daar leiding in neemt. Ja, u doet ook een appel op jongeren. Hè? U zegt ook jongeren moeten eigenlijk het heft in handen nemen in deze tijd. Premier Rutte die sprak de jongeren ook aan tijdens de persconferentie. Even kijken. Ik heb me gisteren ook in bijzonder gericht tot jonge mensen in Nederland. Niet zozeer met het idee om ideeën te gaan insturen, dat mag natuurlijk ook. Maar vooral om dingen te gaan doen. Om het schoolhoofd in de weg te gaan zitten met oplossingen voor de problemen die er zijn, waar dat schoolhoofd misschien te traag mee is. Ik heb heel veel reacties al gehoord en gekregen, maar ik hoop ook vooral dat zij zelf niet alleen ideeën hebben, maar die ideeën ook meteen omzetten in actie. En een beetje ook de revolutie op die manier starten vanuit de jongere generatie. Dat is waar het hier om gaat. Wat vindt u van deze oproep? Nou, ik krijg een legio van mailtjes van mensen die iets aan het verzinnen zijn. Die zeggen, laten we het nu anders gaan. En die mailen u? Ja, die mailen mij en zeggen... In plaats van Rutte. Wil je een comité van aanbeveling? Wil je meedoen? Wil je het ondersteunen? En zo. Oh ja? Maar wat vindt u van die oproep van Rutte? Vindt u het krachtig genoeg? Ja, het is niet helemaal duidelijk over wat hij dan wil. Waarover in verband met de coronacrisis. Maar als jongeren zeggen, mensen, het is onze toekomst. Ja. En doorgaan zoals we dat de laatste 40 jaar doen, dat kan niet. Ja. Dan gaan we deze crisis gebruiken om daarna het anders te gaan doen. Als Rutte dat bedoelt, dan applaudisseer ik heel hard. Steffi Hazen, jij bent een van die jongeren niet per se, maar wel laten we zeggen van een jongere generatie. Je bent diëtist. Diëtist, een van de initiatiefnemers van de petitie een eerlijke vleesprijs.nl. Wat willen jullie? Wij willen dus een eerlijke vleesprijs. Zoals meneer Terlouw net al zegt, we kunnen niet langer zo doorgaan zoals we hebben geleefd de afgelopen 40 jaar. Er zijn heel veel producten, zijn er eigenlijk in de supermarkten over te krijgen, die gewoon gezondheidsschade opleveren, die milieuschade opleveren. En het is eigenlijk tijd dat mensen leren wat de eerlijke prijs daarvan is. Wij beginnen dus met een eerlijke vleesprijs. Want die is niet goed nu, die is te laag. Ja, die is niet eerlijk, omdat er heel veel kosten zijn die gemaakt worden door het vlees eten en ook door de produceren ervan. En die wordt niet doorgerekend aan de consument. Dus de kiloklanners, €5 voor een kilo kipdrumsticks, dat is niet een eerlijke prijs om al die kosten daarin op te nemen. Maar wat zou het moeten kosten, weet je dat? Gemiddeld zo'n 16 cent duurder per ons. Okay. Zodra je gaat zeggen, vlees moet omhoog, dan zijn er al heel veel mensen die zeggen, ja, maar dat wil ik niet en pak mijn stukje vlees niet af. En dat is ook niet de bedoeling. We willen niemand vlees afpakken. We hebben nooit de eerlijke prijs betaald. En dat willen mensen aan hun verstand maken. Mm-hmm. Dus, het mooie is aan de plannen van de TAP-coalitie. Minister Schouten weet daar ook heel erg van. TAP staat voor? De True Animal Protein Price Coalition. Okay. En het gaat om een eerlijke prijs van dierlijke eiwitten. Ja. Dus in eerste instantie focussen we ons op vlees. In tweede instantie ook op zuivel. En wat wij willen is eigenlijk dus die 16 cent per ons omhoog.
Vervolgens wordt er een fonds opgericht. Mm-hmm. En de opbrengsten daarvan, van die hogere vleesprijs, die gaan dus naar boeren die gaan investeren in duurzame boeren. Een verlaging van de prijs van groente en fruit. En ook compensatie van de koopkracht van mensen met lagere inkomens, die dus niet zo goed gezond voeding kunnen kopen. Nou, Stefanie, de revolutie begint hier. Hier zit de minister die erover gaat. Stel haar één ultieme vraag. Ultieme vraag. Minister Schouten, mogen wij... We zijn bezig met een petitie voor een eerlijke vleesprijs. Die is te vinden op eerlijkevleesprijs.nl. We zijn handtekeningen aan verzamelingen. En nu zijn er al meer dan 31.000 handtekeningen. We hopen de 50.000 te halen. Daar zit wel heel dichtbij. Dus het zou heel erg fijn zijn als we die aan u mogen overhandigen... officieel, maar om het aan te tonen dat dus heel Nederland... of in ieder geval een heel groot deel van Nederland... bestaat voor een eerlijke vleesprijs en de true pricing van voedsel. Absoluut, dat mag je absoluut doen. Ik vind het sowieso, moet ik zeggen, dat ik het al heel erg waardeer. Dus inderdaad dat het initiatief gewoon van jongeren in dit geval komt. En van meneer Zalouwe, die staat Die is ook jong. Dus dat mag ik ook bij. Ik ondersteun wat zij doen. Ja, precies. Ja. Maar wat ik hier... En we hadden het net over de crisis ook. Dat je ook weer even teruggaat van wat is nou eigenlijk belangrijk. En wat ik zelf heb gemerkt, maar ik merk het ook wel veel aan mensen om mij heen. Opeens word je veel bewuster van voedsel. Ja. Gaan mensen bij de boer kopen? Gaan mensen opeens bedenken, inderdaad, wat kost dat stukje vlees dan? En ik wil eigenlijk gewoon heel graag dat goede stukje vlees ook van die boer. En dat die boer dat inkomen ook zelf heeft. Want heel vaak is het natuurlijk dat die boer daar ook niet altijd wat van terugziet. Van wat er dan voor gevraagd Maar is er een kans dat deze plannen van Stefanie van Jan ter Lauw dat daadwerkelijk doorgaat? Want ze zoeken natuurlijk ook een meerderheid in Den Haag. Zeker, ja. Nou, ik moet eerst de plannen nader bekijken. Dus dat is altijd de politieke opmerking natuurlijk. Maar het denken in van wat kun je doen door te zorgen dat en de boer ook inderdaad een prijs krijgt waar hij gewoon op een goede manier dat product kan produceren. Dat het ook gewoon een goed stuk vlees is. Dat het gewoon kwalitatief hoogwaardig is. Dat is het ook gelukkig vaak in Nederland wel. Maar dat je ook kunt kijken, maar hoe kun je het bewustzijn hiervan ook vergroten, ook voor al het voedsel wat we hebben en hoe we het produceren. Ik denk dat wel zaken zijn die steeds meer op de agenda komen. Okay. En wat ik daar dan bijvoorbeeld zelf heel mooi in vind, is ook wat wij altijd noemen de korte keten. Dus dat je ook veel meer gaat kijken, wat wordt er in je buurt geproduceerd, wat kan je daar kopen. Ik koop tegenwoordig wel eens van die groenteboxen opeens. Dat heb ik ook nooit gedaan. Maar dat geeft ook al aan dat je op die manier ook al allerlei bijdragen... De groentebox. Ja. Nou ja, weet je... Klinkt wel lekker. Ja, dus opeens nadenken van... maar voedsel is een primaire levensbehoefte. Ja. Er zijn mensen die daar heel hard voor aan het werk zijn... om dat voor ons te produceren. Ja. De prijs die zij daarvoor krijgen... en ook onder wat voor omstandigheden wordt het dan... En daar mag een eerlijke prijs voor worden betaald. Absoluut. Ja, en dus onderstrepen wat Stefanie zei... hoort er altijd bij. Want mensen gaan zeggen, straks kunnen de rijken alleen vlees eten... en de minder betaalden niet. Ja. Dat is niet de bedoeling. Nee, want de bedoeling is dat allemaal ten goede komt aan ook een inkomensbeleid... voor de mensen die het slechter hebben. Lagere prijs voor groente en fruit enzovoort. Altijd erbij zeggen wat ze ook doen. Ja. Want dat is heel erg belangrijk. Dus mijn geld dat ik extra besteed aan een stukje kip... gaat naar de zaken waar het u het net over heeft. Ja, en wat Steffi ook zei. Ja. Ja, dank u wel, meneer Terlouw. Toch voor een stukje hoop in deze moeilijke tijden. We gaan zo meteen praten met Laila Frank en Sjoerd Den Daas over de gespannen verhoudingen tussen de VN.